mensen hier zijn jongere Spanjaarden die zijn gedwongen om naar Nederland te komen om werk te zoeken, omdat geen werk in hun eigen land is. En de reden waarom zij nu aan te demonstreren zijn, is omdat deze weekend is een lokale verkiezing gaande. En tijdens die verkiezingen de politieke situatie in Spanje zal bepaald worden voor de komende tijd, voor de komende 4 jaar. En wat mensen hier willen doen, is ze willen de solidariteit en de aandacht van de Nederlandse bevolking, de Europese bevolking, om die aandacht te richten op de crisis en de corruptie die gekoppeld is bij de crisis. Aha. En ik bedoel met de corruptie vanuit de elite van de Europese samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de elite, vanuit de ambtelijke apparaat. Dat is inderdaad een internationale probleem. Dat is absoluut een Europese Unie probleem. En het is uiteraard ook een Nederlandse probleem. Het is natuurlijk een klein verschil van ernst. In Spanje is de situatie ernstiger dan hier in Nederland. Maar de situatie zal ook binnenkort binnen Nederland, hoe kan ik het zeggen, de ernst van de situatie zal binnenkort ook duidelijk worden. Want er komen bezuinigingen in Nederland, er zullen heel veel mensen ontslagen worden. En dus, ik kan me wel voorstellen dat een werkloosheidsniveau van Spanje misschien in de komende jaar of twee wel geëvenaard kan worden. Wat absoluut rampzalig is voor de Nederlandse samenleving, maar ook voor de Europese vrede. Solidariteit tussen landen is altijd goed, maar solidariteit is een gevoelskwestie. Ik persoonlijk ben 100% overtuigd dat de Europese Unie een hele slechte project is. Het is een totaal ondemocratisch project. Het is al vanaf het begin ook een project die behoorlijk gekoppeld is geweest met de oorlogsindustrie. Dus het is verkeerd begonnen en het gaat gewoon verkeerd door. Ik kan me niet voorstellen dat de Europese Unie daadwerkelijk de Europese burgers rust zal brengen. Voorlopig, we zien alleen dat de Europese Unie steeds jaar in jaar uit betrokken zijn in oorlog in het buitenland. Dus we zijn in Afghanistan, Irak en dergelijke wel betrokken. God weet welke confrontaties op internationaal niveau nog zullen komen. En daar zal hoogwaarschijnlijk de Europese Unie ook betrokken zijn. En voor de binnenlandse politiek, ja, de Europese Unie neemt over de eigen autonomie van de verschillende Europese landen. Dus lijkt me geen goede zaak. Er zijn geen makkelijke oplossingen. Ik ben van overtuigd dat Spanje moet sowieso van de Europese Unie aftreden. Het is voor hun eigen goed, net zoals Griekenland. Ze moeten gewoon aftreden. Ze moeten hun eigen munteenheid weer in gang zetten, zodat ze directe controle hebben op hun munt. En niet onder het controle van de Europese Unie muntproductie afhankelijk zijn. Maar dat is natuurlijk alleen een kleine onderdeel van de problematiek. En de grote problematiek kent heel veel verschillende aspecten. En ieder aspect vereist ook een zeer specifieke kijk op de zaak. Maar in principe, afstand doen van de Europese Unie moet gebeuren. Moet gebeuren. De Europese Unie, naar mijn gevoel, naar mijn kennis, is meer een apparaat die in dienst staat van de hegemonie van de banksysteem en van de hegemonie van de oorlogsindustrie. Dus ik hou geen goede gevoel over. Wat de gemiddelde Nederlander gaat doen, dat is mij uiteraard ook bekend. Op dit moment in Nederland is een verrechtsing van de bevolking.
En dat zal uiteraard geen oplossing met zich meebrengen, alleen maar tweedracht. En dat is natuurlijk iets dat wij absoluut niet moeten hebben. Maar hoe dat te voorkomen, dat weet ik niet. Want de parlementaire democratie en de partijpolitiek zorgen voor dat die tweedracht binnen de samenleving alleen toeneemt. Ik ben heel blij van deze demonstratie, omdat het is een ad hoc, spontane organisatie. Dat is dus niet door een professionele organisatie teweeg gebracht, maar het is door middel van Twitter en sms'jes en MySpace tot stand gebracht. Het is een absolute horizontale organisatie zonder hiërarchie. En dat is gewoon het resultaat. Het resultaat is dat mensen hun stem laten horen. Zonder dat een voorzitter of een grote bobel daarachter staat. Ook, er is geen geld hiervoor nodig geweest. Alles komt van de kleine zak van alle mensen. Flyers werden geprint door individuen. Dus ja, het is een succes. Het is op een heel natuurlijke manier gegaan. Het is zo dat mensen intuïtief hebben met elkaar in overleg gekomen. En de beslissingen zijn heel spontaan tot stand gekomen in medestemming van iedereen. Dus het is zo dat mensen een idee teweeg brengen en als er veel interesse voor dat idee is, dan mensen laten dat merken en ontstaat onmiddellijk een consensus. En op die manier gebeurt het gewoon. En als een idee niet helemaal door de meerderheid wordt geaccepteerd, dan die wordt op een natuurlijke manier ook niet gedaan. Hier gaat het heel, heel fijn, heel goed. Ja, ik ben heel blij dat ik hier betrokken ben. Wat ik zou graag willen toevoegen is dat alsjeblieft mensen, word wakker, word bewust van de reden waardoor we in die situatie zitten. Een van de belangrijke leuzen die ik hier gevonden heb is: crisis is hetzelfde als corruptie. En crisis is hetzelfde als zwendel. Crisis is the same as corruption. Corruption is crisis. The reason why we have crisis is because there is corruption on a higher level within our community. De reden waarom wij crisis ervaren in ons land en in Europa in het algemeen heeft te maken met een hoger niveau van corruptie op de elite niveaus van onze samenleving. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Spanje, in geheel Europa, maar ook in geheel de wereld. En alsjeblieft, word bewust daarvan. En hoe meer mensen er bewust van worden, hoe meer ruimte we zullen krijgen en creëren om problemen meer doelbewust aan te pakken.